Welkom bij Boerenbusiness Valuta, de rubriek waarin we elke maand even de ontwikkelingen op de valutamarkt bespreken. En dat doen we ook deze keer weer met Laurens Maartens, valuta-expert van de Nederlandse Betaal- en Wisselmaatschappij. Laurens, welkom. Nou, het is Griekenland, Europese Unie, de onderhandelingen gaan tot een kookpunt. Spanningen. Ja. Wat betekent dat voor de valutamarkten? Nou, één ding kunnen we zeker stellen. Het is de afgelopen weken niet saai geweest op de valutamarkten. En er is natuurlijk een hoop aan de hand op dit moment. En met name Griekenland. Hè. We kunnen er gewoon niet omheen. Goed, het referendum is duidelijk nee geweest. Eigenlijk een beetje een klap in het gezicht van Europa. Europa had toch eigenlijk wel een beetje verwacht dat nadat Griekenland een week lang op de pijnbank had gelegen, dat ze gewoon zouden stemmen op het referendum. Nou, niks is minder waar. He, wat dat betreft zijn de onderhandelingsposities dan ook wel wat veranderd. En de Grieken, dat zijn eigenlijk de lachende derde. Ja, en die leunen nu een beetje achterover. En de verwachting is toch nog steeds dat er een oplossing gevonden gaat worden. En je ziet dat Merkel is gisteren al naar Hollande gevlogen. Ja. Ze zijn toch allemaal krampachtig aan het proberen om een oplossing te vinden. En iedereen wil toch eigenlijk toch wel Griekenland erbij houden. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, Griekenland zelf wil ook graag erbij blijven. Hebben wellicht gisteren al gehoord, ja. Minister van Financiën, meneer Varoufakis, heeft zichzelf al teruggetrokken. Was toch eigenlijk wel een minister die een beetje vreemde eend in de bijt was. Er lag ook niet heel erg goed binnen de groep van de eurozone. En die heeft eigenlijk zich teruggetrokken om een beetje de ruimte vrij te maken voor een nieuwe minister. Om gewoon met een frisse minister aan de onderhandelingen te gaan beginnen. En hoe reageert de valutamarkt? Hoe reageert zo'n euro erop? Hoe doen jullie dat in de handel? Nou, wat je eigenlijk ziet is dat die euro-dollar is toch wederom weer onder druk komen te staan. Hè? Een kleine week geleden, nadat het referendum werd aangekondigd, handelde de euro-dollar al rond de 1,10. Hè, afgelopen week zagen we wel dat die euro-dollar weer wat opliep richting de 1,12. Dit keer zien we toch wel dat die euro-dollar wat onder druk blijft liggen. En we blijven een beetje rond die 1,10 handelen. We handelen het op dit moment zelfs iets onder. En ik denk ook heel eerlijk dat de euro-dollar de komende periode gewoon wel weer wat verder kan gaan dalen. En dat is natuurlijk wat ik al eerder heb aangegeven. Wij blijven nog steeds dollar positief en euro negatief. Dus wat dat betreft is voor agrariërs op dit moment een goed moment. Hè, die krijgen op dit moment een hoop meer euro's voor hun goederen dan dat ze een jaar geleden kregen. Ja, dus de Griekse tragedie pakt voor hen wel goed uit. Op dit moment pakt de Griekse tragedie voor hun op dit moment zeker goed uit, ja. Wat voor scenario houdt de valutamarkt rekening? Kan Griekenland daar gaan? Of kun je dat eigenlijk niet? Nou, kijken naar de koers en kijken naar de financiële markt op dit moment. Hè. Dan moet je bijvoorbeeld nadenken over de rentes. De rentes die zijn op dit moment niet heel erg hard opgelopen in de Zuid-Europese landen. En je ziet wel natuurlijk dat ze wat licht aan het stijgen zijn. Duitsland, dat daalt wat. Nou, dat lijkt er gewoon op dat de financiële markt er op dit moment nog steeds vanuit gaat dat er een oplossing gevonden gaat worden. Ja, en die gaat er ook wel gevonden worden. En nogmaals, vandaag vergaderen de eurozone-ministers bij elkaar. De minister van Financiën van Amerika heeft al eigenlijk getelefoneerd met Europa. Iedereen is er gewoon bij gebaat dat Griekenland op dit moment bij de Europese Unie blijft. Dus een Grexit, dat komt er niet, is jouw verwachting? Ja, mijn verwachting is nog steeds dat er geen Grexit gaat komen. Maar goed, zeker weten doen we het natuurlijk nooit. Maar als er een oplossing gevonden wordt, heeft dat dan direct ook effect op de euro? Nou ja, op het moment dat er een oplossing gevonden gaat worden, gaat het natuurlijk geld kosten. Hè? Het IMF heeft de afgelopen week al min of meer gesuggereerd in een rapport dat willen we Griekenland nog levensvatbaar houden. Dan moet er 50 miljard afgeschreven gaan worden. Nou, dat is natuurlijk geld dat we al ingestoken hebben. En er moet nog eens een keertje 50 miljard bij gaan. Nou ja, die 50 miljard die moet natuurlijk ergens vandaan gaan komen. Dus ik denk op het moment dat we Griekenland erbij gaan houden, dat dat voor verder de druk zal zorgen op de euro-dollar. We hebben het heel vaak over, het zwakke euro is eigenlijk goed voor de agrarische sector in Nederland, goed voor de export. Nederland heeft daar een hele sterke exportpositie in. Ja. Maar in de media wordt natuurlijk ook heel vaak gezegd, de zwakke euro is slecht. Hoe zit dat precies? Voor welke partijen is het nou slecht dan een euro? Je moet je natuurlijk goed realiseren, de munt is eigenlijk niks anders dan hoe goed je economie ervoor staat. Hè? Dus daar kunnen we wel heel simpel concluderen, op het moment dat de munt heel erg zwak wordt, ja, dan is de economie van zo'n land vaak ook wat slechter dan van een land waarvan de munt heel erg sterk is. En dat is natuurlijk wat alle mensen een beetje krampachtig voor zijn. En op het moment dat de euro heel erg zwak wordt, betekent dat gewoon eigenlijk dat mensen meer vertrouwen hebben in andere valuta dan in de euro. En dat is natuurlijk nooit een goed teken. En dat is eigenlijk wat je steeds leest in de krant. En dat is natuurlijk ook niet heel erg gek. Ga je kijken naar bijvoorbeeld Amerika, dan is die munt beduidend sterker dan bijvoorbeeld een munt in Latijns-Amerika. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de economie.
Nou, voert Griekenland en de euro natuurlijk de boventoon. Maar zijn er nog andere ontwikkelingen die we even goed in de gaten moeten houden de komende tijd? Nou, wat wel aardig is om te zien is dat de olieprijs die is op dit moment weer heel erg aan dalen. Nou, dat heeft te maken met het feit dat alle olievoorraden, er is een enorme olievoorraad. Er liggen genoeg schepen voor de haven die volledig tot aan de nok gevuld zijn. Er kan geen druppel meer bij. Nou, dat drukt die olieprijs op dit moment heel erg. Hè. We handelen nu al onder de $60. Ja goed, de markt die roept natuurlijk nu. We staan aan de vooravond van de zomervakantie. Hè. Dan gaan weer veel mensen met de auto reizen, met name in Amerika. Airconditionings, die moeten natuurlijk flink loeien. Dat zou misschien nog even ervoor kunnen zorgen dat die olieprijs licht opveert. Maar mijn verwachting is dat de komende periode de olieprijs wellicht weer wat verder kan gaan dalen. Dat is uiteraard slecht nieuws voor Rusland. En dat is ook natuurlijk slecht nieuws voor oliegerelateerde valutaparen. En denk dan bijvoorbeeld aan de Canadese dollar en de Noorse kroon. En dat zie je bijvoorbeeld ook in die Noorse kroon. Die Noorse kroon die handelt nu weer rond die 8,90. Dat is eigenlijk toch wel een beetje aan de bovenkant. En als ik heel eerlijk ben, en dat heb ik hier al eerder gezegd, ben ik nog steeds positief gestemd over die Noorse kroon. En ik denk dan ook zeker dat dit een mooi moment is om ook weer Noorse kronen te kopen en euro's te verkopen. Want uiteindelijk zal die olieprijs natuurlijk wel weer een keer gaan stijgen. Maar dat kan wel even duren, als ik het zo wil. Ja, dat zal de komende periode nog wel eventjes wat meer voeten in de aarde hebben, ja. Goed, als we nog verder kijken, ook we gaan de vakantie in. Wat is het perspectief voor het najaar? Wat vind je dan belangrijk om zeker ook in de gaten te houden? Nou, als ik het even zou kort moet resumeren voor de zomer. Nou, dan verwacht ik zelf dat die euro-dollar weer wat verder onder druk komt te staan. Kijken we naar de 3 maands verwachting zoals die bijvoorbeeld in Reuters wordt gegeven. En dan gaan we er nog steeds vanuit dat we over 3 maanden euro-dollar rond de 1,08 zullen handelen. Kijken we bijvoorbeeld even naar de Britse pond, een valuta die ook vrij belangrijk is voor die agrarische sector. Ja, die lijkt toch echt wel wat uitgebodemd te zijn. Hè. Zo rond die 70 cent denk ik dat we toch wel echt de maximale, de onderkant hebben gezien. 1,42 is dat ongeveer pond euro. Daar zie ik niet heel veel verandering in voor de kortere periode. Ja, wat ik zelf al aangaf, ik denk dat die Noorse kroon waarschijnlijk wel weer wat licht zou kunnen gaan stijgen. En dan hebben we eigenlijk wel de meest belangrijke dingen besproken met elkaar. Okay. Nou, dan zullen we het eens vakantie afwachten. Laurens, dankjewel. Dit was Boeren Business Valuta. Tot de volgende keer.